Meneer Van Rijn, wat is uw indruk van dit congres? Het is de tweede keer dat ik het congres bezoek. En de grote discussie is, wat is kwaliteit? Wat is kwaliteit van zorg en kwaliteit van verpleeghuizen? En volgens mij is het antwoord, kwaliteit is kwaliteit door de ogen van de cliënt en de bewoner. Wat je in de juistheid ziet is dat die discussie en daarmee ook de rol en positie van de cliëntenraden steeds belangrijker wordt. Dus. En wat is volgens u het belang van de cliëntenraad dan? De cliëntenraad is in de instelling bij uitstek de cliëntenvertegenwoordiger. Of kan het zijn? En dat betekent dat we aan de ene kant een aantal formele bevoegdheden aan cliëntenraden toekennen. Ja. Maar die zijn niet eens het belangrijkste. Als cliëntenraden erin slagen om een scherp oog te hebben voor de kwaliteit in de instelling. En dat bij de bestuurder kunnen bespreken. Soms zaken bespreken die voor de cliënt zelf moeilijk is om te bespreken. Dan zijn we een enorme stap verder, want kwaliteit in instellingen is kwaliteit door de ogen van de cliënt en dus ook de cliëntenraad. U had het daarnet in het plenaire gedeelte over gezond verstand. Dat u hoopt dat in het kader van die betere kwaliteit, dat ook meer uitgangspunt kan zijn naast regels en wetgeving. Dat die een rol kunnen spelen, maar dat u eigenlijk pleit voor ook meer gezond verstand, als ik het goed heb begrepen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, kijk, wat je wel merkt is dat als cliëntenraden aan het functioneren zijn, vooral ook in een grotere instelling, dan is de neiging heel groot om natuurlijk dikke stukken te krijgen en daar advies over te geven en te bestuderen en ook in de begroting te duiken. En daar is op zich natuurlijk niet mis mee. Als dat maar niet betekent dat je die basiskant van de cliëntenraden, namelijk hoe zit het hier met de kwaliteit en wat vinden onze bewoners er nou van, dat de kern is van het werk wat de cliëntenraden doen. Dus soms moet je misschien wel de papier een beetje opzij schuiven en zeggen van goh, leuk allemaal, zullen we het eens even over de kwaliteit hebben. Ja. En dat bedoel ik niet te zeggen. Dus natuurlijk goed dat er formele bevoegdheden zijn van zo'n cliëntenraad, maar nog belangrijker is dat zij de stem, letterlijk de stem van de cliënt en de bewoners zijn. En dat er misschien, zegt u daarmee ook, dat daar misschien in de informele sfeer, dus in het kader van de kwaliteit van zorg, meer zou kunnen dan nu nog gebeurt? Zeker, zeker. Maar in de informele, maar ook in de formele sfeer. Want ik denk dat het soms ook het noodzakelijk is om bij raden van bestuur zaken aan de orde te stellen waarin je zegt, ja, het gaat hier helemaal niet goed. En we willen dat een aantal dingen veranderen. En dan moet de cliëntenraad ook een formele positie hebben om dat te zeggen. Maar in de informele sfeer, als cliëntenraden hun ogen en oren openhouden in de organisatie en op de locaties komen en met mensen en familieleden praten, weten ze vaak veel meer van wat er op de werkvloer gebeurt dan de Raad van Bestuur dat zou kunnen weten. Hoewel ik er ook voor ben dat de Raad van Bestuur dat weet. Maar cliëntenraden kunnen dan een zeer belangrijke rol vervullen en die ze ook moeten pakken. Wat neemt u mee van het congres? Neemt u iets mee? Ja, wat mij altijd weer ongelooflijk in positieve zin opvalt als je dan de verhalen hoort van die instellingen die het gewoon zijn gaan doen. Door bij de intake aan de cliënten te vragen van wat was nou je gewoonte en hoe zat hij of zij nou in elkaar en wat vond hij of zij nou belangrijk. Er een enorme andere manier van zorgverlening ontstaat. Veel meer op de mens gericht, rekening houden met persoonlijke omstandigheden, maar er ontstaat ook een soort rust. En wat je dan altijd meekrijgt is van het kan dus gewoon wel. En dat hebben we allemaal nodig om af en toe een congres te hebben waarin en natuurlijk ook kritische punten worden aangestipt, maar vooral ook waar we mee bezig zijn, dat kan dus echt. Is er nog iets dat u cliëntenraadsleden en andere mensen die dit zien, die er niet bij konden zijn vandaag of die terug willen kijken, wat u hen zou mee willen geven? Bespreek in je eigen cliëntenraad van wat je taak en je functie en je opdracht is. Zorg ervoor dat je echt letterlijk de ogen en oren van de cliënt bent. Probeer niet te veel over papier te praten, maar over echte cliënten en echte bewoners. Dat is waar het om gaat, dan weer. Dank u wel. Graag gedaan.